Ja, stel je voor, je bent 16, 17 jaar en je komt hier in Nederland en het is koud en je kent de taal niet en je snapt de mensen niet. En dan raak je ook nog eens zwanger en dan moet je dat helemaal alleen doen. Dat lijkt me echt moeilijk. Hey, hoe is het? Helen die is 20 jaar en die heeft in 1 jaar 2 kindjes gekregen. Hoe gaat het met haar op de kinderopvang? Nou, als je in beeld hoe dat zou zijn, hè, dan raakt het je hart en dan wil je daar iets mee. Dan wil je gewoon met die meiden, ja, wil je ze gewoon helpen. Doeg! Doei! Nou, wij gaan altijd op maandagavond gaan we samen met de meiden gaan we koken. En maken we echt Eritrese eten. Al het eten bij jullie ui en olie? Ja. Nou, dat wist ik niet. En dan gaan we samen eten en om dat eten praten we over van alles en nog wat. Dank u wel dat het goed gaat met heel veel van ons. En ze spelen een spelletje. Ze hebben gewoon een gezellige tijd, maar er is ook een plek waarin ze vertellen over hoe het echt met ze gaat. Wat wij willen doen is echt een familiegevoel hier creëren. Dus dat we de moeilijke momenten samen meemaken, maar dat we ook de mooie momenten samen vieren.